Hou jij wel eens een blaadje tegen? Zeker, zeker. Ja. Ik heb afgelopen zaterdag de Telegraaf gelezen. En ik heb gelezen met een interview met Weerwind. Die zegt, dat wil ik dus niet meer. Ja. Want dat is foute boel. Ja, dat weet ik inderdaad. Ik zit ook nog heel erg te denken inderdaad. Kijk, waarom doe je dat? Omdat je uiteindelijk niks kan overhandigen aan gedetineerden. En ook dat... Er gaan heel veel verhalen... Ja, zeg maar documenten die je bij je hebt en die moet hij lezen. Exact. Die kun je niet aan hem die geven. Die kan ik niet aan hem geven. Nee, er gaan heel veel verhalen in de media die anders doen suggereren. Alleen het is echt heel erg... Je bent heel erg beperkt als advocaat al. Want je kan dus inderdaad iets niet geven. Je mag je eigen laptop ook niet meenemen. Dus je bent al heel erg beperkt. En op het moment dat ik iets belangrijk vind of we het ergens over hebben... en ik zeg, joh, heb je dit gelezen bijvoorbeeld? Hè? Bijvoorbeeld in een verweerschrift of in een beslissing. Ja, dan hou ik dat blad natuurlijk tegen het glas aan. Omdat dat de enige mogelijkheid is om hem ook om dat te controleren. En als hij dat stuk bijvoorbeeld ook niet heeft... dan is dat ook de enige manier om dat hem op dat moment snel te kunnen laten lezen.